We gaan buitenlandse series nasynchroniseren in het Nederlands. Ja, ja. Dat doet Duitsland, dat doet Frankrijk en waarom wij niet? Er werd een serie gekozen waar Barry Atsma, een Duitse serie waarin Barry Atsma de hoofdrol had. En dat was dus des te makkelijker, want dan kon Barry Atsma zichzelf nasynchroniseren, zoiets. En dat inspireerde jou? Nou, dat was natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een heel, ja, dat heel wonderlijke situatie eigenlijk. Jezelf nasynchroniseren in een, ja, dat had een soort, ja, bijna, ja, existentialistische implicatie, existentiële implicaties, weet je, van ja, wat zoiets als tijdreizen en je jezelf tegenkomen of ik veel tongen met je zus. Ja. Ga door, Sander. Nou ja, dat gevoel, ik wilde dat in elk geval kortom zelf ook wel eens ervaren. Ja, hoe dat is om jezelf na te synchroniseren. In dit geval heb ik het dan maar in Duits. Ik heb jou trouwens ook maar even meegenomen. Ik heb een fragmentje uit De Wereld Draait doorgenomen waarin wij met elkaar spreken. Ik dacht, ja, hoe ziet dat er dan uit als ik dat dan in het Duits naast zich organiseer? Oké, all right. Nou. We blicken abschließend nog eenmaal fröhlich zurück auf die letzte politische Woche mit Sander van der Pavert, Mr. Lucky TV. Ja, gar nichts verpasst oder bist du beschäftigt mit deiner Theateraufführung? Ja, ich muss sagen, es war hektisch. Aber nein, ich kann es mir nicht verkneifen, das zu ja, das schwirrt mir immer noch im Kopf herum. Und ja, natürlich habe ich auch viel verpasst, aber ja, es gab natürlich auch ja, viel zu viel zu sehen. Aber das weißt du ja alles, oder nicht, Matthias?